Ik vind ook dat Geert Wilders natuurlijk alles heeft af te wegen. Hij heeft de vrijheid die film te maken. En er is de persoonlijke verantwoordelijkheid hoe hij omgaat met die vrijheid. En daar hoort ook bij dat hij kijkt naar de Nederlandse belangen. Maar als hij uiteindelijk zou besluiten dat alles afwegende om die film te maken... en die film blijft binnen de wet, hè, dat is dan ook nog een belangrijk aspect... dan zal ik dat recht verdedigen dat hij dat mag doen. Alhoewel ik waarschijnlijk het helemaal niks vind waar hij mee komt. Waarschijnlijk is dat een vreselijk product, hè, als je alle geruchten hoort. Maar nogmaals, we hebben nog steeds niks gezien. En dan vind ik dit allemaal wel een hele hoop gedoe. Wilders zegt, ik waarschuw voor een gevaar. En het feit dat er elke keer zoveel commotie om komt, onderstreept mij gelijk. Namelijk dat er veel gevaar is. Ja, dat is een cirkelredenering waar Wilders vaak zich van bedient. Ik heb eens eerder gezegd, als je alleen maar een hamer hebt... als je alleen maar een hamer hebt, dan denk je dat alles een spijker is. Hè. Dus hij praat ook altijd op die fortissimo toonhoogte. Het is een beetje een aparte politicus, maar hij is in die zin effectief... dat wij het er alweer een kwartier over hebben. En we zouden vanavond het hebben over het ontslag. Ja, maar daar kwam dus het opmerkelijke optreden... Vandaar dat u over hamer begon. Precies. Even bruggetje. Ja. Ben je, of is jullie groep uitgenodigd voor Peking? Ja, we zijn gevraagd om te komen spelen. Maar omdat wij gaan spelen op het Ticket for Tibet Festival... hier in Amsterdam op 20 april... ja, vonden wij het is niet te rijmen, naar ons gevoel... om enerzijds je druk te maken over de situatie in Tibet... die al heel erg lang duurt en waar maar geen schot in zit... En dat je anderzijds het gastland van de Olympische Spelen... dat die onderdrukking veroorzaakt, dat je daar in Peking... leuk liedjes gaat staan spelen. Dat voelde voor ons niet goed. En dus hebben wij gezegd, nou, we komen niet. Of heb je vanaf het allereerste moment dat je gevraagd werd gezegd nee? Nee, want bovendien is het is altijd een optie om wel te gaan. Je kunt ook zeggen, ik ga wel en ik maak daar een statement. Hè, dat kan ook. Of een lied bijvoorbeeld, wat je daar tegen hoort. Of een lied, zeker. Gericht tegen beleid. Ja, nou, dat lied komt er trouwens ook, maar dat is een ander verhaal. Wat is dat voor lied dan? We gaan met een soort gelegenheidsband gaan we over 2 weken een single opnemen die nog voor het festival moet uitkomen. Maar jullie richten je eigenlijk ook niet op de sporters? Nee, ik wil het heel duidelijk maken dat wij absoluut vinden dat die Olympische Spelen in hun volle hevigheid gewoon gesport moeten worden. Maar toen zag ze dat bordje voor mij staan, professor, dokter, hem. En je zag erop veren. Toen dacht ze, oeh, interessant, professor. Want wij zijn hebben een zeer geëerd beroep. Hè. De rechter is één, maar twee zijn de hoogleraren. Dat is een politieke. Politie. Ik praat hier. Hou je eruit. Het komt helemaal niet voor in die rij. Maar goed, Tweets, wij zijn Tweets. Enfin, die vrouw die veerde dus open. Die dacht, god, dat kan toch wel een leuke avond worden. En toen, maar ik wist al wat er zou gaan gebeuren. Want dan willen ze altijd weten waar je hoogleraar in bent. En dan moet je dat zijn in medische technologie of ICT, rechten, economie kan ook nog eventueel. Maar ik moet dan antwoorden, middel-Nederlandse letterkunde. En dan zie je dat gezicht verstrakken. Niks van, kan je daar ook al hoogleraar in zijn? Toen perste ze er dus een vraag uit, want het is een buitengewoon beschaafde dame. Is dat een dagtaak? Het is een hele naïeve vraag natuurlijk, want wij stellen steeds andere vragen. Nou ja, toch heeft u dat 42 jaar volgehouden. Ja, natuurlijk, het is een enig vak. En het is ook een buitengewoon wezenlijk vak. Want dan wil ik daar toch best een lichte voetnoot of toelichting op geven. Ik bedoel, bij beta-vakken is het evident dat ze belangrijk zijn. He, dat men met ziekten bezig is, enzovoort. Dat men bruggen bouwt, akkoord. Maar aan dat soort beslissingen gaan mentaliteiten vooraf en ethiek. Waarom zou je een brug bouwen? Waarom nog een brug? En de medische ethiek is helemaal natuurlijk een discussie. En dat gaat over mentaliteiten. En mentaliteiten worden voor een belangrijk deel aangemaakt in kunst, in cultuur. Dat is waarom kunst en cultuur zo gevreesd is. Waarom wij eindeloos praten over een film van Wilders bijvoorbeeld. Want daar heb je weer een culturele vorm. Ja. En wij weten hoe sterk dat op mensen kan indringen. Hoe dat, wat voor effecten dat kan hebben. Nou, en dan zeg ik dus van literatuur. En zeker die literatuur in de late middeleeuwen. Waar toch de wortels van onze stedelijke beschaving liggen. De burgercultuur, koopmansmoraal. Noem maar op, daar zijn die mentaliteiten aangemaakt in literatuur, in teksten als de Reinhardt en noem maar op en zo. En eigenlijk zijn wij buitengewoon urgent. Wij onderzoeken de mentaliteiten op grond waarvan wij beslissingen nemen in dit land. Nou, ten eerste omdat hij dezelfde symptomen had als dat ik had. Namelijk? Dat hoorde je later. Nou, duizeligheid, het op hol slaan van je hartritme eigenlijk. En het vaker flauw vallen. Je bent geopereerd? Ja. En toen ben je nog een tweede keer geopereerd? Ja. En hoe lang heb je daarna nog gedacht... nou ja, ik ben misschien wel gezonder... maar of ik kan sporten, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nadat ik de tweede keer geopereerd was... en hoorde dat het goed was gegaan... dus dat het geslaagd was, het weggebrand is, het probleem... toen begon het eigenlijk pas. Die twijfel? Ja. En dan is natuurlijk nog de vraag... of je fit genoeg bent om de top te halen. Want je wil naar de Olympische Spelen. Ja.
Ik bedoel, wat moet je allemaal nog bereiken om mee te doen? Nou, je moet bij de laatste 20 van de wereld. En hoe hoog zit je? Wij zitten, ik weet niet precies, schaam me een beetje voor, maar ik zit ergens in de 30. Dus het is een haalbare kaart? Het is nog, het is haalbaar, maar het moet wel vanaf het begin af aan. De kans is klein, dat moet ik gewoon eerlijk toegeven, dat we het nog halen. Maar de kans is aanwezig en ik ben vast besloten om die kleine kans in ieder geval te proberen te grijpen.